Freubel is een dagbestedingsproject voor jongeren met een verstandelijke handicap. En zij maken de wereldberoemde Freubeltaart. En die worden gemaakt voor andere jongeren met een verstandelijke handicap. Hoe prachtig is dat? Alleen, door de corona is alles in het water gevallen. Het project is gestopt. Maar wij hebben een oplossing. Dat wordt mooi. Dat wordt feest. We zijn hier. Zie je daar? Ik loop naar binnen. Hallo. Hallo. Hoe is het? Jij hebt een brief gestuurd aan ons. Ja, ik heb een brief gestuurd. Ja, Freubel is een sociaal ondernemer die wij met vergoed steunen. Zodat zij meer positieve impact in de stad kunnen maken. En Saskia maakt zich altijd hard voor de stad. Staat altijd klaar voor mensen en Rotterdam. Dus ik vind dat zij nu een beetje hulp verdient. Dus vandaar dat ik jullie heb geschreven. Ja. En ik ben heel blij dat we nog meer taarten kunnen gaan bezorgen. Want wat is het probleem? Nou ja, we zijn de afgelopen tijd bezig geweest met taarten bezorgen aan jongeren met een beperking die op dit moment het huis niet uit mogen en hun verzorgers. En nou ja, daar krijgen we superveel energie van, want dat doet ze heel erg goed. Maar we krijgen steeds minder aanvragen, dus het is wel heel erg fijn als we door kunnen met dit soort mooie acties. We vinden jullie zulke enorme kanjers dat we een cadeautje hebben meegenomen. Ik ben heel benieuwd. Maak hem maar open. Ik denk dat je wel weet wat erin zit. Lekker taartje. Mag ik... Ik help je. Ja, lekker. Daar komt ie. Het is een taart namens Rijnmond Helpt. Je ziet, ik heb een beetje een truttenschudder als auto. Zij is een beetje gewankeld. Maakt helemaal niet uit. Maar er zit ook een kaart bij. Wat lekker. Die kaart mag je bekijken. Ja, te gek. Echt te gek. Dank jullie wel. Wij geven jullie 2.500 euro om de taarten te maken. Ik wil mensen mee blij maken. Ja. Hey, hoeveel taarten kan je daarvoor bakken? Zo, nou, ik denk dat we er zo'n 1500 mensen blij mee kunnen maken. Wauw, 1500? Ja, ik denk dat, nou ja, geen 1500 taarten, maar 1500 kleine gebakjes naar mensen met een beperking. Ja. Hey, is er toevallig een taartenbakker aanwezig die we blij kunnen maken? Jouw is in huis, dus we kunnen naar binnen. Ja. Jouke, we hebben goed nieuws. Ja, wij komen 2500 euro brengen, zodat de hele taartenbranche weer omhoog kan. Hoe vind je dat? Geef een elleboog. Hey, wat denk je? Komt deze taart een beetje in de buurt van de Freubeltaart? Nee. Niet zo lekker? Freubeltaart is de lekkerste van de wereld? Ja. Hey, wat is nou jouw droom met Freubel? Ik hoop heel erg dat straks heel Rotterdam gewoon weer inderdaad lekker taart gaat bestellen. Ook al die horeca. Maar we gaan natuurlijk ook straks als restaurant weer open. Dus ik hoop iedereen gewoon weer lekker hier te zien. We maken bedrijfslunch voor heel veel bedrijven. Dus dat gaat weer opstarten. En ik hoop dat dat ook gewoon weer eventjes er tegenaan kan. Hoe moeilijk was deze periode voor jou? Ik denk voor net als elke andere horecaondernemer ongelooflijk pittig. En ik denk dat dat de komende tijd nog wel blijft. Maar mijn hart ligt bij de zorg. Ik ben God blij dat straks alle jongeren in ieder geval weer een kleine groepje naartoe kunnen. En dat vind ik voor nu het allerbelangrijkst. Want die heb ik echt heel erg gemist. Hey Jouk. Ik lust wel een kopje koffie. Lekker man. Heerlijk. Eerste bakje Freubel. Nou Jouk, het was een heerlijk bakkie. Maar ik moet weer door. Andere mensen helpen. Ga jullie lekker freubelen? Dankjewel. De groetjes. Hoi hoi. Hoi. Hoi hoi. Nou, dit is wat je noemt de kers op de taart. Hey, heb je nou zelf ook een hulpvraag? Of ken je iemand die wel een duwtje in de rug kan gebruiken? Ga dan naar de website rijnmond.nl en stuur ons een berichtje. Want samen maken we Rotterdam een beetje mooier. Hoi hoi!